Welkom bij ons thuis. We staan hier nu in de hal. Wat onmiddellijk opvalt is de grote trap. En tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde deze naar de afdeling intensieve zorgen van het tijdelijk hospitaal. Dit huis heeft een heel rijke geschiedenis. Ooit woonde hier de burgemeester van Wervik. Zoals je kan zien probeer ik in ons huis de authentieke sfeer zo goed als mogelijk te bewaren, mede door enkele mooie oude familiestukken. Opmerkelijk in dit huis zijn de vele deuren en één daarvan leidde vroeger naar de buren waar een dokter woonde. Herkent u dit huis? Doe mee en win een Wervikbon. Stuur voor morgen middernacht de juiste straat en huisnummer door via het antwoordformulier op de website van Stad Wervik. Veel succes! Vorige keer waren we te huizen bij Heert de Temmerman in de Geluwebroekstraat te Geluwe. Bent u geen dagwinnaar, dan maakt u misschien wel kans in de finale. Of kijk naar de volgende aflevering van Het Huis van Wervik.